sta momenteel op onze droomvilla die we aan het bouwen zijn. We zijn nu al 5 weken non-stop aan het bouwen en het ziet er al zo vet uit. Als we hier naar binnen lopen, staat nog alles leeg. Dus we gaan vandaag alles inrichten, want uiteindelijk zullen we hierin moeten overnachten. Maar voordat we daaraan kunnen beginnen, is het tijd om een zieke glijbaan te bouwen. Om precies te zijn, vanaf daarboven. Dus besloten we om eerst een gat te maken naar de eerste verdieping. En om nu dus daadwerkelijk boven te komen, hebben we echt iets heel speciaals bedacht. Namelijk een trap. Alweer! Serieus, waar vallen we toch altijd vandaan? Oh. Ja. We hebben de trap net mooi afgetekend en de traptreden is op maat gezaagd. En als het goed is, moet het nou allemaal passen. Maar dat is bij ons toch altijd de vraag. Jongens, ik wil niet veel zeggen, maar dit is een mooi trappetje. Met de trap op de trap. Ik hoop trouwens echt dat de trap past. De moment of het ware. Boom! Natuurlijk schroef hem nog even vast. En dan kunnen we op deze manier veilig naar boven toe. Ik heb hier twee gigantische palen in mijn hand. Hek! En dit wordt de basis van de glijbaan. Wonder is tijd om aan de glijbaan te beginnen. Deze twee balken connecten met elkaar zodat we een mooi frame krijgen. Hier komen uiteindelijk de platen van de glijbaan op te leggen. Rick Leven, wat ben jij aan het doen? Je bent een stiekem pauze aan het houden, hè? Nee. Ik ben een airfles aan het vullen. Stiekem pauze houden. Jep, we moeten drinken. Jullie weten natuurlijk allemaal dat dit project gesponsord wordt door Airup. We hebben al een Airup vlag. Daarboven hangt een Airup vlag. En wat mist er dan nog? Een Airup glijbaan. En die zijn we nu aan het maken, jongens. Ja, goed. Dit is wel serieus stijler dan ik dacht. Maar wel super vet. Heb ik hier nog een tweede deel aan mijn handen? Die komt hier aan vast. En wat is die? G-E-K-O-P-P-E-L-D. Tudu. Hier gaan we dadelijk eens overheen glijden. Of ja, niet over deze plank, maar wel over het zeil dat hier overheen komt. Ja! Yeah. De plank wordt momenteel omhoog geschoven. Breaking news vanuit hier beneden. Snel! Oké, los! Ik heb hem losgelaten. We zijn op een punt aangekomen waar er een bocht in de glijbaan moet komen. En dat gaan we doen door twee dunne planken op elkaar te leggen en door die te buigen. Zetten we de zaag aan. Holy shit. Niks aan de hand. De platen zijn toegevoegd en de bocht is serieus perfect gelukt. Oh no, yep! Ja, iemand moet het testen, Rick. Let's go! Oh. Hij werkt echt goed, jongen. En met zeil gaat hij nog 10 keer zo hard. Zei je nou zeil? Wat zei ik? Zeil. Zei ik zeil? Jij zei zeil! Zei ik zeil! Ik zei zeil! En voor de mensen die nog steeds niet weten dat we gesponsord zijn door Airup. We zijn gesponsord door Airup. En dit is niet zomaar een waterfles. Waarom niet dan? Je hebt bijvoorbeeld een smaakje lemon, één van mijn favorieten. Die druk je erop en trekt hem omhoog. En nu proef je een lemon smaakje, terwijl er eigenlijk water in zit. Ik ga meteen even pauze. Oké, we gaan verder, ja. De glijbaan is klaar, dus het is tijd om hem te gaan testen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik niet, maar ik ga toch! 3, 2, 1! Wow! Dit is perfect! Dit is echt perfect! Dit is gewoon echt een leuke glijbaan bij de villa. En go! Wow! Holy s***! Hij gaat serieus hard. Yeah! Wat gaan we doen? Ik schrok me dood! Dat was ook de bedoeling. We gaan de auto in naar... iets heel leuks. We zijn er weer bij en van de f***! Yeah! Roze! Even kijken, welke hebben we nodig? Ja, dit is hem. Het tapijt is binnen! Nee, eigenlijk is het buiten. Maar het moet wel naar binnen. We zijn 2 uur verder. Maar jongens, kijk hoe ziek dit is. We hebben goed tapijt gelegd in de villa. De bovenverdieping is nog OSB-plaat. Maar daar komt verandering in. Jullie vragen je vast af, wat is dit geluid? Het is een nieuwe dag en het gras moet gewaaid worden. En als het goed is, kan ik hier net onder. Een stukje onderhoud hoort er natuurlijk ook bij. Ik moet eerlijk zeggen, dit is best leuk. Voordat we het huis kunnen inrichten, moet er nog even worden gestofzuigd. Boom,
We hebben een eettafel gevonden. Pracht exemplaar. Niks om aan te merken. De eetkamertafel. Dit gaat nooit in de auto passen. Het past toch niet schuin. Ik zie serieus geen andere optie dan op het dak. Nou, dat echt doe je, hè? Waar slaat het op? Yes! Yeah. De tafel is eraf gevallen. Onze nieuwe tafel, nee. Klein beetje schade. Oh shit. Je hebt iets rustiger rijden. We moeten iets rustiger rijden. Het eerste meubelstuk gaat de villa in. Deze komt hier mooi te staan. Dit is serieus een mooi plekje. Dit is echt een mooie plek. En hier kun je dan lekker lunchen. Maar er mist nog iets. Zo, dan kunnen we even lunchen of niet? Ik wil echt lunchen. Ik heb wel honger. Drie keer raden wat ik achter mijn rug heb. Lastig, ik weet het niet. Helemaal niks. Maar hier staat ons gloednieuwe boek dat 9 mei uitkomt. Holy shit! 9 mei is echt al bijna. Als jij een van de eerste wil zijn die dit boek wil lezen, kun je het alvast pre-orderen. Als je het toevallig nog even aan je ouders moet vragen, ik wacht wel even. Ja Ingrid, uw kind wil een boek lezen. Het boek is nu te pre-orderen via het linkje in de beschrijving. En ik zou zeggen, doe het. Het is echt een leuk boek. Misschien zijn ze wel bijna uitgekomen. Oké, drie keer raden wat ik nu in mijn handen heb dan. Ik gok een bed. Hoe heet je dat? Hoppa! Ben je thuis? En goed. Besef dat we hier dadelijk echt serieus in gaan slapen. Het bed is mooi opgemaakt en als we dan toch bezig zijn met de bovenverdieping, dacht ik dat het wel leuk was om een bureau toe te voegen. Die moet natuurlijk naar boven. Oh. Ik zou wel uitkijken dat je niet naar achter rolt. Ja, dat overleef je niet. Oh my god! De afwerking nog een plank en een erepfles. En terwijl Jesper het balkon voorziet van 2 erepstoeletjes, ga ik alvast wat plantjes halen voor de buitenkant. Oh, de camera niet vergeten. Rick de tuinman gaat dus plantjes halen. Jongens, dit is de goeie, een Franse geraniumpje. Ik heb ze mooi in plantenbakjes gedaan, zodat ze mooi voor de raam kunnen. Aangezien het toch zo'n prachtig weer is en ik op het balkon bezig ben, dacht ik dat het wel leuk was om nog 2 lichtbedjes toe te voegen. Dat is 1. En dat is 2. En dan kunnen we nu heerlijk genieten van het zonnetje. Met op sommige plekken een plasbuis. Beschaan met een paraplu op pad. Rick Leven is weer terug en ik ben benieuwd wat jij gehaald hebt. Volgens mij waren het geraniums. Die komen mooi hier onder de raam. Hoppakee! En ik moet eerlijk zeggen, vanaf hier ziet het huis er nou echt zeer vrolijker uit. Ja. Ik heb ook iets gefixt. En dat is de tv-meubel. Want natuurlijk moet er ook een dikke tv in. Hier heb ik een hele mooie plek voor. Wauw. En dan kun je letterlijk dus tv kijken en genieten van het uitzicht. Beter kan gewoon niet. Ik heb echt honger. Ik heb ook honger. Jongens, we hebben een bank op Marktplaats op de kop getikt. 600 euro. Serieus, ik ben erg blij met deze aankoop. Dit is zo zwaar. Dan gaan we hem hier in de hoek neerzetten. Holy shit! Kun je hier lekker tv kijken? Abnormaal. Maar natuurlijk mogen deze deurmat, dit tafeltje, deze spiegel en deze tafel niet ontbreken. Jullie schilderij! Voor de mensen die afvragen wat voor planten dit is de abstractieplant. Jij hebt wel veel verstand van planten laatst. Ze zeggen het vanuit, ja, deze. Ja. 1, 2, 3. Boom, de tv. En dan zullen je afvragen voor wie zijn deze gekke edits. We hebben een nieuwe editor genaamd. Ja, nog steeds inderdaad. Voordat we daadwerkelijk in de villa gaan overnachten, hebben we nog iets leuks. Er komen namelijk 2 gasten langs en wat jullie niet weten is dat wij een verstopplek hebben voorbereid in deze villa. We gaan erachter komen of ze ons kunnen vinden. We gaan verstoppertje spelen. Dit zijn Sven en Stan van het YouTube-kanaal van Airup. Ook zij gaan een keer in deze villa overnachten. Wil je die video nu zien? Check dan hun YouTube-kanaal. Link in de beschrijving. Hier zit namelijk ook een kortingscode in verstopt. En wat jullie niet weten, er is een geheime kamer in de villa. Oh. Spannend. En jullie moeten hem gaan zoeken in 3, 2, 1. Let's go. Oké, het kan echt zo gevonden zijn, maar het kan ook best lang duren. Spannend. Villa Airup. Oh shit. Ziet er wel nice uit. Wil je drinken? Ja? Ik ga naar boven. Op zich is er niet eens heel veel plek voor een geheime kamer, man. Hier is er geen. Het moet beneden zijn. Het duurt nog langer dan ik dacht. En het moet dan wel daar achter zitten. Ah, kijk. Ik speel veel escape rooms en ik zie hier 2 scharniertjes. Ja! Yeah! Oh, wat goed. Oh, even gevonden in de erebar. Het duurde nog langer dan ik had verwacht. Zoals jullie zien is het onderhand donker geworden, want het is tijd om te gaan overnachten. Holy shit, hier heb ik zo lang naar uitgekeken. Ja, we gaan gewoon overnachten. Kijk hoe cozy het er hier uitziet.
Nadat we nog een paar uurtjes lekker op de bank tv hebben gekeken en gechilled hebben, was het toch echt tijd om naar bed te gaan. We zitten hier nou dus in onze zelfgemaakte villa en we beseffen ons echt dat we 7 weken lang gewerkt hebben aan dit project. En dat we er nu gewoon zitten en het nu ook gewoon af is. Het is nu gewoon af. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker, want dat waarderen wij heel erg. Ik ga naar bed! Ja, we hebben trouwens... We hebben maar 1 bed en jij moet op de bank. Ik ga mijn bed in. Jongens, ik lig heerlijk op de bank. Deze bank ligt zo lekker, dat is echt niet normaal. Ik moet zeggen, dit bed ligt ook lekker hoor. Ja, lig je lekker? Serieus wel. Jesper, ik zeg wel trusten. Wel trusten. 7 weken lang, dag in dag uit, hebben we gewerkt aan dit project. Het heeft ons veel moeite en geld gekost, maar dit was het allemaal waard, jongens. We hopen echt dat jullie dit een super vet project vinden, dus vergeet zeker niet te abonneren, want er gaan nog zoveel meer vette dingen aankomen. Oh ja, en we hebben trouwens bijna 1 miljoen abonnees, dus abonneer en doei!